Kerngezond TV is mede mogelijk gemaakt door Smoothie.nl voor uw smoothiefiets, Mari Zwembaden en Wellness Swansum en Jong Leren Eten Limburg. Jongens, meisjes, papa's, mama's, opa's, oma's, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Ik ben op de bekendste plaats in Schotland. Stonehenge is dat hier. Weten jullie wat Stonehenge vroeger was? De kinderen van basisschool De Zwiek uit de Roggel gingen op bezoek bij fruitbedrijf Heine voor een activiteit in het teken van fruit. Op het programma stonden een rondleiding, een quiz in de boomgaard, een actief voedingsspel, een appelproeverij en een gezond gerechtje maken. Fun en smaak met fruit dus. Hallo, daar ben ik weer. Welkom bij een nieuwe vlog van mij van Kerngezond TV. Ik ga vandaag een bezoekje doen bij Heidi van der Poel. Ik heb gehoord dat ze vanochtend bloemetjes hebben gekregen. Ik ga eens een kijkje nemen. Dat klopt. Er is hier op de boerderij superveel te zien. Maar wat doen jullie hier allemaal? Wij hebben hier koeien. We hebben hier verkopen vleespakketten. Ik heb schapen. En ik heb ook nog lammetjes. Nou, de lammetjes, daar kom ik voor. Zullen we daar eens beginnen? Leuk, gaan we doen. Wat schattig. Hoe oud zijn ze eigenlijk? Deze zijn een week oud en die kleinste zijn van vanochtend. Dat is jong. Wat krijgen ze allemaal te eten? Nou drinken ze nog allemaal bij de ooi, bij het schaap. En dan kunnen ze voorzichtig beginnen met brokjes. En met 8-9 weken kunnen ze helemaal brokjes eten en dan kunnen ze later de wei op. Mag ik zelf vervoeren? Staat de kruiwagen daar. Oké. Zo, de schapen zijn gevoerd. Maar je had ook nog koeien. Zullen we daar eens gaan kijken? Ja, gaan we doen. Kom maar. Ja, hier zijn we bij de koeien. We zijn net bij de lammetjes geweest en deze volgens mij ook was net geboren. Klopt. Deze niet, maar die wel. En zijn het dan vleeskoeien of melkkoeien? Want ik kan me herinneren uit eerdere vlogs dat een vleeskoe een dikkere kont had. Deze hebben dunne konten, dus dat zijn melkkoeien. Interessant en zijn ook super lief. Er is hier zoveel te zien. Ik zou je elke dag wel iets nieuws kunnen leren. Dat is ook zo. Wij vinden het daarom ook heel belangrijk om eigenlijk al onze omwonenden hier te laten zien wat wij hier op de boerderij doen. En daarom doen we met de boeren van Weert zoeken we de verbinding eigenlijk met burgers om uit te leggen wat er op de boerderij gebeurt. Waarom is de relatie tussen boer en burger eigenlijk zo belangrijk? Nou, daar kan mijn collega bestuurslid van de Boeren van Weert meer over vertellen. Loop maar naar Thijs van Meijel toe, die staat erachter. Is goed, zal ik doen. Hey Thijs. Hey Sue. Als het goed is, kan je me alles vertellen over de relatie tussen boer en burger en waarom die hier zo belangrijk is. Dat klopt. Tegenwoordig weten heel veel inwoners niet meer waar een eten vandaan komt. En dat zorgt vaak voor heel veel onbegrip bij de inwoners. Daarom zijn wij met de Boeren van Weert zijn we een initiatief gestart waarin wij laten zien wat voor goede dingen wij als boeren allemaal doen in Weert. Zodat we meer begrip tussen de inwoners krijgen en een betere samenwerking. Eigenlijk zoals ik doe met mijn vlogs. Ja, dat klopt. Zijn het toch mooie dieren? Ik heb vandaag superveel geleerd. Bedankt voor het kijken. Doei! Kom maar even wisselen, Pietertje. Welkom allemaal. In het kader van Jong Leren Eten gaan we vandaag gezonde friet maken. En daar hebben we voor nodig de zoete aardappel, een klein beetje zout,
wat Tex-Mex kruiden en olijfolie. En allereerst beginnen we met het schillen van de zoete aardappel. Jullie kennen vast wel de oranje variant van de zoete aardappel, maar dit is de paarse en die gebruik ik. Ik ga nu de zoete aardappel in reepjes snijden. Daarmee begin ik eerst één keer te halveren. Dan dit stukje er vanaf te snijden. En dan maak ik er plakjes van. Probeer ze zo dun mogelijk te maken. En dan leg ik ze plat. En dan snijd ik ze nog eens in de lengte. Ik heb mijn zoete aardappel gesneden. Die leg ik op mijn bakplaatje. Die doe ik mooi verdelen. Dan pak ik een kwastje. Doe ik een beetje door de olie heen. En dan vet ik de zoete aardappel even in. Zo. Dan pak ik de Tex-Mex kruiden. Die strooi ik er overheen. En een snufje zout. Ik hussel de frietjes even mooi door elkaar heen. En daarna gaan ze in de oven op 200 graden voor ongeveer 20 à 30 minuutjes tot ze mooi bruin worden. De aardappelfrietjes zijn mooi krokant geworden, dus die kunnen mooi opgediend worden op het bordje. En hier kun je van alles bij eten, iets van tzatziki is vrij gezond en ik zou alleen de mayonaise dan overslaan. Zo. Zo, dat was het dan voor vandaag. Ik ga er nog lekker van genieten en ik zou zeggen smakelijk eten. Stonehenge is al van 3000 jaar voor Christus. En vroeger heeft hier een belangrijke familie geleefd die ze hier begraven hebben. Dat is Stonehenge. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende Kerngezond TV en blijf ook kerngezond. Hoi, we gaan varen. Kerngezond TV is powered by Mari Wansum, Sikon Logistics, Jong Leren Eten Limburg, Ria Joosten Catering en Evenementen, Limburgs Uitje en Aardbeienland, het gezondste land van de wereld.